Goedemorgen. Wat fijn dat je weer kijkt. Zondagmorgen maak ik weer een mooie podcast. Ik voel weer de energiestroom om er een te maken. Het is een hectische week geweest. Deze podcast gaat trouwens over hoe het is met jouw bos. Jouw bos. Ja, daar kom ik dadelijk verder. Ga ik dadelijk verder op in. Maar ik wil ook even terugkijken, want terugkijken is ook heel belangrijk. Ik ben nu bezig met podcast nummer 9. Ik heb er nu meerdere gemaakt en ik ben echt dankbaar voor de hele leuke reacties. En dat het al zo vaak bekeken is, vind ik echt superleuk. En dan zie ik ook dat er behoefte aan is. Over de Schumann-resonantie, de hartslag van de aarde, het stellen van doelen. De laatste podcast, of in ieder geval de vorige podcast, ging over van 3D naar 5D transformatie. En ik probeer de podcasts ook heel praktisch te houden. Dus heel toegankelijk, niet zweverig. Want ja, ik ben van nature, ja, ik ben als sterrenbeeld een steenbok. En een steenbok, ja, die heeft als eigenschap dat het heel praktisch dient te zijn. En ja, ik merkte dat daar nog minder dingen van zijn om het praktisch te houden. Dus ik denk, ja, laat ik het initiatief nemen om mensen daarmee te helpen. Want ik heb al best veel geworsteld om met zaken om te gaan. Hè? Ook hoe de wereld nu werkt. En vorige week was ik zelf in Eindhoven om naar de manifestatie te gaan. Want demonstratie vind ik een negatief woord. En de manifestatie, die was helemaal uit de hand gelopen. Ik ben absoluut tegen rellen, dingen vernielen. Maar ik heb daar dingen gezien dat ik echt dacht, hoe kan dit nou? Dus vorige week heb ik een podcast gemaakt over zondagmorgen van 3D naar 5D transformatie. En ik was echt, ik zat echt in de 5D voor mijn gevoel. Ik was echt, ik zat echt in flow. En toen ik naar Eindhoven was gegaan, toen op een gegeven moment dat we door de politie bewust van het veld werden gedreven. Of je het er nu mee eens bent of niet, het is allemaal goed. Ik heb daar geen oordeel over. En toen was ik echt geschrokken dat ik denk van, wow, de politie dient ons te dienen. En ze stonden daar met schilden en knuppels. En de meeste mensen kwamen daar gewoon in liefde, vrede. En er was gewoon niets aan de hand. Dus de boel werd bewust opgehitst. En dat voelde ik zelf ook aan de energie. Ik voelde mijn energie veranderen van 5D naar 3D, dus met andere woorden, ik ging er een beetje in mee. Ik diende mezelf dus ook terug te roepen van Leon, ho, rustig aan, dit gaat niet goed. En dat is dus wat ik vorige week ook verteld heb. Hè? Als je eenmaal die ladder hebt beklommen van 3D naar 5D, dan zit je heel vlug weer terug. En je kunt uiteraard wel van rollen wisselen, want er is niet echt een lijn van, oh, nu zit je in de 3, 4 of 5D. Het is ook meer een gevoel, hoe je de energie voelt stromen, zeg maar. Dat is het belangrijkste. Nou, en daarna heb ik de post op Facebook gedeeld. En in ieder geval mijn bevindingen, mijn gevoel erin gelegd. Nou, die post is bijna 2000 keer gedeeld. Dus in ieder geval, er was aandacht voor, of in ieder geval het was gevoelig. En dan ga ik daarna ook de reacties lezen van diverse mensen. Wat ze je toewensen. Bedreigingen die je via Messenger hebt, die ik via Messenger heb gekregen. Nou ja, ik ben daar niet bang voor. Ik denk gewoon van ja, oké. Okay, ja, als je dat wil sturen, dan moet je dat sturen. Alleen, ik was er best wel van geschrokken hoe de verdeeldheid is, zeg maar. Hè? Want ik was zelf ook meer in die rol van 3D gaan zitten, zeg maar. Hè? Dus ik heb niks vernield. Ik heb ook niemand iets aangedaan of iets toegewenst in Eindhoven. Maar ik voelde wel, ja, ik, op een gegeven moment, ik hoor hier niet. Ik ben uiteraard toen de rellen ontstonden wel helemaal aan de buitenkant gaan staan. En helemaal, ja, heel ver ervan af. Want ik wil daar absoluut niet mee geassocieerd worden. Maar ik zag wel hoe de politie in Burger uit en mee busje stapte en daar mee gingen doen. Ik denk, wat is dit nu? Ja, dat heb ik dus geplaatst. En dan mogen mensen het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Alleen de meeste mensen die reageren zijn er niet eens geweest. En die worden dus bewust door de media ook verkeerd geïnformeerd. Ja, en dat dien ik voor mezelf dan los te laten. Dat is mijn weg.
Dat is mijn les, zeg maar. En dat vond ik echt... ik was er wel van geschrokken van alle negatieve reacties. En het is dat je dat dan zelf heel erg met bewustwording bezig bent. Dus dat ik dan ook het grotere plaatje kan zien. En dat ik het er met diverse mensen over kan hebben. Dan parkeer ik het weer. Ik schrijf heel veel dingen op. Gewoon voor mijn gevoel om het te accepteren. En daarna weer vol energie vooruit te gaan. Want het is net als in een auto. Je rijdt vooruit. Je hebt een achteruitkijkspiegel. Hè, om terug uit te kijken. En die teruguitkijkspiegel die gebruiken de meeste mensen niet. En die teruguitkijkspiegel is reflecteren, terugkijken. Wat zou ik volgende keer anders kunnen doen? Wat heb ik goed gedaan? Oké. En er is niks zweverigs aan. Het is gewoon dat je daar bewust van bent. Want als je nooit jezelf bekijkt van hoe je het anders kon doen of wat je goed hebt gedaan, ja, dan ben je net als een vlag in de wind. Je waait met alle winden mee. En dat is wat ik heel veel op social media zie. Hè? Mensen die met alle winden meewaaien. Daarom is authenticiteit heel erg belangrijk. Dat is heel erg belangrijk. Ja, kijk even die kant op, want het hondje moet meelopen, want er komt een auto aan. Nou, ik ga weer op mijn plaats zitten en dan ga ik... Dat was even een terugblik. En nogmaals, dankjewel voor het kijken naar mijn video's. Vind ik echt heel erg mooi. En als je dingen wil... De video wil delen, wil abonneren, een like wil geven, dan komt hij hoger in de records. Kunnen meer mensen hem zien. Want ik wil graag mijn ervaringen delen, want... Mensen die mijn video leuk vinden, die resoneren met de video, die hebben hetzelfde gevoel. En er zijn, ik weet zeker, legio mensen meer die ook zoekende zijn. Ik dacht eerst van, ja, ben ik als enige zoekende? Wat is er mis met mij? Dat heb ik jaren gedacht. En sommige mensen denken dat nu nog steeds in het dorp waar ik woon. Ik vind het allemaal prima. Als mensen mij dingen kunnen vragen, ik kan alles uitleggen en ik wil iedereen helpen. Zo. Ik zit weer lekker op mijn stekkie hier in de bossen. Het is best fris, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit hier met mijn hond, stekker. Kijk, stekkertje. Heeft ook een klein beetje koud. Maar ik heb ook handschoentjes aan, want ja, het is echt even fris. Maar in ieder geval, ja, ik heb je net even meegenomen in de week van vorige week. In mijn andere podcast. Waarom ik de podcast ook maak. En... nogmaals, dankjewel voor het delen en het liken. En doet mij in ieder geval ook goed. Maar ik heb ook een vraag aan jou. Hoe is het met jouw bos? Dan ben ik even stil. Dan denk jij misschien, bos? Hoezo bos? Nou ja, ik zit nu in de bossen. Met dit bos is het goed. Met mijn bos is het goed. En met jouw bos bedoel ik jouw gedachten. Want je kunt jouw gedachten vergelijken met een tuin, met een bos. Ik doe dat met een bos. Want je hebt een spreekwoord. De beste tijd om een boom te planten is 20 jaar geleden. En anders is de beste, heb je dat niet gedaan, dan is de beste tijd nu. Maar anders doe je het nooit. Sommige mensen denken van ja, heeft voor mij geen zin, want ik ben al zo oud. Nee, klopt niet. Dat is weglopen. Maar ik bedoel met, hoe is het met jouw bos? Hoe is het met je gedachten? Want je kunt je gedachten vergelijken met een bos. Ben zuinig op je bos. Want negatieve gedachten, die vernietigen je bos of die vernietigen je tuin. Het is maar net welke vergelijking jij zelf wil maken, waar jij denkt, oh, daar kan ik het mee vergelijken. Want als jij ervoor zorgt dat jij continu negatief denkt, dan zal er niets groeien in jouw bos. Als je continu denkt, ik ben te min, ik ben te klein, je hebt legio redenen, of ze vinden me niet leuk, of anders pas ik niet meer binnen de groep, om dingen niet te doen. Je hebt maar één reden om dingen wel te doen. En dat is voor jezelf, om zelf te groeien, om zelf nieuwe mogelijkheden te verkennen. Dat is hetzelfde dat ik deze podcast maak. Nou, ik doe dat om... zelf te groeien en andere mensen mee te nemen in wat ik heb ervaren, zodat ze dezelfde ervaringen kunnen meemaken. Mijn volgende podcast wil ik namelijk ook gaan maken over de pijnappelklieren. Dat noemen ze ook wel het godorgel. Dat is meer de connectie met je ziel en je lichaam, zeg maar, die verbinding. Nou, er is nog niet zo heel veel over te vinden, want er wordt bewust een beetje weggehouden. Nou, ik heb me eigenlijk er al enigszins wel op ingelezen. Ik denk van, wow, wat een magisch dingetje. Dat heeft de grootte van een ert, zit in je hersenen, maar is gescheiden van je hersenen. Het lijkt op een dennenappel. En je kunt daar heel veel dingen mee.
En als je het maar op de juiste manier doet. En als je bijvoorbeeld nog fluoride tandenpasta gebruikt, dan zou ik zeggen, gooi die echt weg. Want fluoride, dat is meer een soort rattengif. En die zorgt ervoor dat jouw pijnappelklier verkalkt. En zo zijn er nog veel meer dingetjes waar je rekening mee dient te houden. En waardoor je minder goed gaat groeien. En dat is ook belangrijk voor je bos of voor je tuin. Want heel veel dingen wat je eet, voeding, gedachten, je bent wat je eet. Dus de voeding die je tot je neemt, dus heeft ook invloed op je gedachten. Dus denk je heel veel negatief? Kijk eens wat je eet. Hè? Drink je bijvoorbeeld heel veel cola, suikers, snoep je heel veel. Kijk eens naar je patronen. Dus om jouw tuin te verzorgen, dien je daar zelf op te reflecteren. En dan kom ik weer terug op de auto. De auto heeft een teruguitkijkspiegel, maar meestal kijk je alleen maar vooruit en je kijkt nooit meer terug. En doordat jij zelf nooit meer terugkijkt, ga jij zelf niet groeien. Wil jij zelf groeien, dien je terug te kijken. Als ik bijvoorbeeld een voorbeeld heb, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, is ik heb een gameplan gemaakt. Nou, in mijn andere podcast, dat is al van 2019. Nou, er lopen hier nu wat mensen voorbij met hondjes, maar ik ga gewoon lekker door. Ik heb een gameplan gemaakt en dit gameplan is al van 2019. Daarvoor was ik ook al mee bezig, maar sinds 2019 schrijf ik echt alles op. Nou, dat resulteert erin dat ik best een goede reflectie heb op mezelf van een teruguitkijkspiegel van hoe is het gegaan en waar wil ik naartoe. Nou, dat kun je zelf ook. Het enigste manier is om eraan te beginnen. Want heel vaak denk je, ja, dat kan ik niet of noem maar op. Het moeilijkste is om te beginnen. Hetzelfde met schaatsen. De eerste keer zul je een paar keer vallen. Nou, schrijven doet niet zeer. Dan denk je, oh, ik heb een verkeerde pennenstreep gezet of deze zin is een beetje vreemd. Of maakt allemaal niet uit. Je houdt het toch voor jezelf. En daarnaast heb ik de afgelopen tijd, neem ik je ook even in mee, deze boeken volgeschreven, onder andere. Ja, dat is best veel. Het zijn boeken voor, dit zijn boeken waar ik iedere dag in schrijf. Een soort dagboeken, hè, reflectieboeken. En dit zijn journals. In journal hou ik mijn gewoonte dingen bij. Daar heb ik een habit tracker van. Hè? Hoe voel ik me vandaag? Want hoe voel jij je vandaag? Geef eens een cijfer, 0 tot 10. Is lager dan een 8? Dan die te vragen van, hoe komt dat nu? Ben dan even stil. Ga onderzoeken. En onderzoeken, doe dat woord eens uitkleden. Dat is onderzoeken. Je eerste brein zijn je darmen. Daar wordt je gelukshormoon aangemaakt. Dus ook wat je bent, wat je eet, eet je heel veel slechte dingen of ongezonde dingen. Want in de supermarkt kun je, is het heel lastig om gezonde voeding te vinden. Dus ga onderzoeken. Is het lager dan 8? Waarom is dat zo? Schrijf dingen op. Hoe voel je je? Waarom voel je je zo? En als je dat in een dagboek bij gaat houden en je geeft jezelf iedere dag een cijfer, een ochtendcijfer en een avondcijfer, dan leer je jezelf beter kennen. En dan kom je vanzelf dingen tegen die je gaat veranderen. Want je kunt niet in één keer, net als een, hè, want je bent met je bos bezig, maar je kunt niet in één keer zorgen dat jij die grote boom wordt of die grote boom bent. Dat doe je eerst voor te planten en dat doe je voldoende water te geven. Je dient voldoende te zorgen dat je voor jezelf je onkruid weghaalt. En te zorgen dat die boom voldoende daglicht krijgt, die bomen. Te zorgen dat voldoende zuurstof en te zorgen dat hij in de goede grond staat. Want je gedachten zijn, wat je denkt, dat is ook je grond. Hoe gezond is je grond? Hè? De grond is ook wat je eet, want je bent wat je eet. Er zit zoveel in om dat zeg maar in één podcast op te nemen. Alleen er zitten wel heel veel verbanden. Hè? Je eet dingen. Je lichaam moet het verwerken en op een gegeven moment komen er ook gedachten en noem maar op naar boven. Dus eet je heel ongezond, voel je je eigenlijk heel slecht, ga eens naar je eetpatroon kijken. Hoe eet je? Want eten is vaak ook een verslaving. Welke verslavingen heb je? Hè? Drink je heel veel alcohol? Zit je heel veel dingen te ontvluchten? Dat zijn allemaal dingetjes waar je de vinger op kunt leggen. Maar heel veel mensen die zitten in een automatisme. Want 95% van ons gedrag is automatisch gedrag. Daar sta je niet bij stil. Dus als je dingen niet opschrijft, kom je er ook niet achter. En
ja, dan blijf je het leven leven wat je leefde. Ik heb een voorstel, hè. Ik wil een paar mensen helpen, want ja, ik doe het natuurlijk vrijwillig. En dat doe ik in de avond of in het weekend. Dat ik zeg van, ik wil 2 tot 4 mensen helpen. Zeg jij bijvoorbeeld, nou, ik geef mezelf als cijfer een... ja, echt, het is echt laag vandaag. Of het is bijvoorbeeld alleen maar door de week laag. Ligt het dan aan je werk of noem maar op, hè? Die vragen kun jij alleen beantwoorden. Die is lager dan een 7 of een 6 of onvoldoende. Dan stel jezelf dan eens de vraag, wil ik geholpen worden? Stel ik mezelf kwetsbaar op? Als daarop het antwoord ja is en jij zegt van, oh ja, ik wil, ik durf te zeggen waar ik aan wil werken. Want je dient zelf ook het werk te doen. Ik kan je de juiste richting op duwen. Maar je dient zelf te fietsen, je dient zelf te trappen. Je dient zelf jouw bos schoon te schoefelen of in ieder geval het onkruid weg te halen. Dan wil ik jou helpen, als je daarvoor open staat. En dan mag je mij, en dat is ook uit je comfort stappen, een video sturen via WhatsApp. Ik zal het mijn nummer onderin bij de beschrijving zetten van YouTube. Dan mag je mij een video sturen. En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Je stelt je eigen gewoon voor, je zegt wie je bent en waarom je dit graag zou willen. En dan komt de eerste gedachte, ja, maar ik word het toch niet. Of ik... Parkeer die gedachten. Het gaat om jou. Stel jezelf op de eerste plaats. Want uiteindelijk gaat het erom, als je zelf gelukkig bent, kun je andere mensen gelukkig maken. En ik heb daar heel veel dingen voor om je daarbij te kunnen helpen. En ja, mocht je dat leuk vinden, ik denk, ik ga dit gewoon proberen. Vinden mensen het leuk? Wil ik jou helpen? De volgende podcast die ik ga maken, die wordt ook heel erg interessant, want die gaat over de pijnappelklier. Dat is echt een hele kleine klier in het midden van je hersenen ongeveer, maar die is wel gescheiden van je hersenen. En ja, daar heb ik al heel veel dingen over gelezen en zelf in ervaren, door zelf ook dingen te zien. Hè. Ja, dat is echt magisch. En daar gaat het ook om, je bent wat je eet, dus zorg dat je voeding ook op orde is. Dat is heel erg belangrijk. Ik ga nu nog even wandelen. Ik ga nog eventjes in de zon kijken, sun gazing, eventjes melatonine aanmaken. Want dat is ook heel goed voor je pijnappelklier, daarmee ontkalk je ook je pijnappelklier. En ik zie dat ze weer van alles in de lucht aan het gooien zijn. En dat zijn ook, er zit ook heel veel gifstoffen bij, aluminium en noem maar op. En die dien je ook uit je lichaam te halen. En dat kun je ook met, voeding doen. Dus er zit zo heel veel in. Dus nou, ik wil de video eigenlijk ook niet te lang maken, want... die tip had ik ook gekregen om kort maar krachtige video's te maken. Ik wens je een mooie dag. Vind je de video leuk? Geef het een like, abonneer. Deel de video met mensen die het interessant vinden. Of zeg je van, oh, die kan wel een coaching gebruiken. Stuur de video door. Let me know. I'm ready. Maak er een geweldige dag van. Hey, doei doei.